beste herenkoudenaren, carnavalisten, bestuursleden, familie en vrienden. Het is zover, het is bijna voorbij. Een jaar dat eigenlijk 12 maanden te kort was, maar waar de dagen soms 48 uur telden, onbeschrijfelijk. Een terugblik schenkt voldoening, maar ook een zweem van verdriet. Het was prachtig, glorierijk, leerrijk, plezant, maar niet meer te herdoen. Enkel één negatieve factor, de drijfveer van mijn familie en van mijn raad van 11, is ons op het slechtst mogelijke tijdstip ontnomen. Een prins en een nar in treurnis is abnormaal. Toch, het kon niet anders. Sorry mensen, we hebben getracht er het beste van te maken. Hierbij mijn dank voor de geweldige steun van vele carnavalisten, prinsen, narren, dorpsgenoten, persmensen en zoveel onbekenden, die ons toch aanmoedigden om door te gaan, zelfs op de zwaarste momenten. De warmte die wij hierbij mochten ervaren van onze twee stoetgroepen, de Madeleintjes en de Katten van Adel, zijn onvergetelijk. Veel werk van onze schouders genomen, onbetaalbaar, merci. Raad en nar, zonder jullie zou het een dikke hoos geweest zijn. Kou en dorst getrotseerd om een prachtige wagen in elkaar te knutselen en dan weer, na gebruik van 10 urkes, moest je ontmanteld worden. Veel vrienden gemaakt en goede banden gesmeed.